de relatie ter dingen van Dimitri Verhulst is geschreven in de ik-vorm en de verteller is Dimitri Verhulst zelf. Door zijn prachtige schrijfstijl en het overmatig gebruik van vuile woorden weet Verhulst onder andere de waarlijke dingen te vertellen op een grappige manier. Echt alles gaat mis met het hoofdpersonage van het boek. Zo groeit hij op in een lagere sociale klasse en heeft hij het ook niet getroffen met zijn familie, die van de ene in de andere bizarre situatie terechtkomt. In elk hoofdstuk zijn er meerdere momenten waarvan ieder van ons door de grond zou zakken van schaamte en die door de schrijver op een luchtige manier en ook soms hilarische wijze worden voorgesteld. Totdat het boek is onderverdeeld in verschillende fragmenten waarin een verhaal wordt verteld, blijft het gevarieerd en lees het vlot. De verschillende thema's van het boek zijn alcoholgebruik, seksualiteit, puberteit en het dorpsleven. Dit boek is zeker een aanrader voor zowel beginnend als gevorderd lezer.